We gaan beginnen met opnemen, allereerst. Oké. Nou, welkom iedereen bij een nieuwe Tabata workout. We gaan vanavond heel rustig beginnen, simpele oefeningen. Elke ronde zal vanavond uit 2 oefeningen bestaan. Oefeningen die je eigenlijk dus steeds met elkaar gaat afwisselen. Zoals iedereen al kent, Tabata betekent 20 seconden lang op je volle kracht en volle intensiteit een oefening uitvoeren. En dan weer 10 seconden rust en eigenlijk lage intensiteit. We gaan beginnen met 2 simpele oefeningen die iedereen eigenlijk al kent. De eerste oefening zijn gewoon normale squats. Schouderbreedte, squats, dat doen we als eerste. En voor de tweede oefening doen we de sumo squat. Sumo squat is dus eigenlijk in plaats van schouderbreedte ga je... Ja, dubbele afstand van de schouderbreedte. Dan ga je zo diep mogelijk. Oké, dus de eerste oefening, normale squat. Tweede oefening is de veel bredere sumo squat. Oké, ik ga de tijd voor jullie starten. Dan gaan we met z'n allen gezellig beginnen. Ready? In 3, 2, 1 en go. De training van vanavond zal echt vooral gericht zijn op krachttraining. Dus ik heb heel veel oefeningen waarbij we moeten springen of in te hoge intensiteit moeten bereiken. Dat heb ik even eruit gelaten. En de sumo squat. Ja, er moet dus echt overduidelijk verschil zijn tussen de normale squat en een sumo squat. Een sumo squat heeft bijna een dubbele afstand tussen beide voeten. En de tenen die wijzen naar buiten. En je knieën wijzen ook naar buiten. Perfect. Breng de voeten weer dichter bij elkaar. Bij de normale squat wijzen je tenen ook recht naar voren. De billen die duw je zoveel mogelijk naar achter. En pas op dat je knieën je tenen niet passeren. Netjes. Als het moeilijk is om de balans eventueel te houden en je merkt dat je bijvoorbeeld achterover valt, dan mag je de handen gewoon recht voor je uitstrekken. En los, ga je terug naar de sumo squat. En go. Netjes. En los. Breng je voeten dichter bij elkaar. Tenen wijzen recht naar voren. Hou je rug recht. En let's go. Voeten iets meer uit elkaar. En go. Dus bij de normale squat zou je het eigenlijk zoveel mogelijk in je bovenbenen en in je billen moeten voelen. En bij de sumo squat ga je het ook meer voelen aan je liezen en aan de binnenkanten van je dij. En ook het voelt alsof je meer in het midden van je billen voelt in plaats van in het geheel. En los. Ga je weer terug naar de normale squat. Ja. En go. De positie van je tenen is dus ook heel belangrijk. Waar die naartoe wijzen bepaalt eigenlijk welke soort spieren je aanspant. Dus let daar ook op. Perfect. En los gaan we de laatste keer naar de sumo squat. Welkom Marion. En go sumo squat.
Netjes. Ziet er goed uit, dames. Netjes, Ruud. En rust. Schud de benen even los. Het was even een goede warm-up voor je benen vooral. Nu nemen we het bovenlichaam ook een beetje mee en brengen we de hartritme ook een beetje op gang. Dus nu hebben we een ronde met eerst jumping jacks. Die kent iedereen. Jesse, je mag het voor de zekerheid voor. Dankjewel. De eerste oefening is dus jumping jacks en de tweede oefening zijn de burpees. Burpees kent ook iedereen, maar Jesse doet het toch nog voor. Dus spring omhoog, omlaag, strek de benen uit, push-up en go back up. Dankjewel, Jesse. Dus we gaan eerst beginnen met de jumping jacks. Wisselen we af met de burpees en dan weer terug naar de jumping jacks. Stel je voor, je hebt blessure aan je knieën of je kunt niet springen. Dan mag je ook gewoon de makkelijke versie doen. Dus voor de jumping jacks kun je bijvoorbeeld ook je handen gewoon op deze manier bewegen. En voor de burpees doe je het zonder te springen, maar dan mag je het ook gewoon rustig uitlopen. Ja, Danielle, begrijp ik helemaal. Oké, maak je ready voor de jumping jacks. In 3, 2, 1 en go. Yes. Rust. Gaan we terug naar de jumping jacks. Go! Netjes. Dat je ademhaling te snel gaat. Ja, burpees. Probeer diep in te ademen door je neus. Rustig uit door je mond. Dan hou je die hartritme. Breng je hem eigenlijk weer terug naar je rustritme. Netjes, Ruud. En los. Laatste keer de burpees. En go. Los. Voor de laatste keer de jumping jacks. En dan de laatste keer de burpees. En go. Blijf diep ademen. En los. Laatste keer de burpees. Yes.
En go. 20 seconden. Drie, twee, één. En rust. Pak even een slokje water. Pak je liever je rust. Zorg ervoor dat je hartritme even weer terug gaat naar je rusttoestand. Pak even een momentje van rust. En dan gaan we zo meteen door naar de volgende ronde. De volgende ronde die bestaat uit één oefening. Maar je wisselt dus je benen af. Als ik het zo meteen uitleg, dan begrijp je wel wat ik bedoel. De eerste oefening wat we eigenlijk gaan doen is een lunge, een normale lunge. En daarna meteen over naar een curtsy lunge. Normale lunge is recht naar achteren en naar de grond zakken. Een curtsy lunge is net als een prinsesje die eigenlijk dit gaat doen. Maar we gaan niet steeds terugkomen naar de basispositie. We gaan ze meteen achter elkaar op één been doen. Dus we beginnen eerst op de linkerbeen. Ik ga naar achter mijn rechterbeen in een normale lunge. En ik zet meteen een stap opzij naar de curtsy lunge. Vanuit hier ga je dus de hele tijd door. En de volgende ronde daarna wissel je dus af met je andere been. En je hoeft dus niet tijdens die lunge helemaal dit been te strekken. Je blijft laag en wanneer je dus opzij gaat, blijf je eigenlijk de hele tijd een soort van pulses doen. Oké? Dus de eerste ronde is één been, de tweede ronde is de andere been. Wisselen we tussendoor met elkaar af. Zijn we ready? Yes. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en go. Yes. Zorg ervoor dat je rug recht blijft. Kijk recht naar voren. Perfect. Ja, Ruud. Inderdaad, recht naar achteren en dan naar de zijkant. Ga je op je andere been door? Dus je gaat recht naar achteren en dan ga je naar binnen. Los, ga je zo meteen naar de andere been. Dat is hem, Ruud. Perfect. En go. Andere been. Netjes. En probeer je been te bedwingen om zich helemaal weer uit te strekken en recht omhoog te komen. Kom op, Quinten. Goed zo. En los. Nu ga je naar je andere been. It's gonna be on fire. Ja? Andere been. Netjes, Anke, Elke. Synchroon, ik hou ervan. Yes. Perfect, Danielle. En rust, gaan wisselen van been. En go. Netjes, goed bezig. Marion, jij natuurlijk ook. En los. Wisselen we de benen weer af. En rust. Gaan we voor de allerlaatste keer op beide benen dezelfde oefening doen. 3, 2, 1 en go.
Goed zo. So you have to take a beetje. Ja. Goed zo. En rust. Wisselen van been. Laatste keer. En go. Netjes. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. En los. Yes. Schud de benen even goed los. Je kunt even, als je het leuk vindt, even een cirkeltje om jezelf lopen. Zodat de benen even goede bloedcirculatie hebben natuurlijk. Terwijl jullie even rust pakken, leg ik alvast de volgende twee oefeningen uit. Deze ronde bestaat wel uit twee oefeningen. De eerste oefening die we gaan doen, dat zijn de jackknives. Dus je mag je benen uitstrekken en je armen uitstrekken. En dan breng je ze beide in het midden bij elkaar. Stel je hebt of je merkt dat je rug te veel hol en bol gaat staan, dan zou ik aanraden om hier te beginnen. En dan eerst bovenlichaam te laten vallen en dan je onderlichaam, zodat ze niet tegelijk vallen. Heel vaak gaat je rug dan bol staan. Dat is de eerste oefening. Voor de tweede oefening trek je de knieën in, kom je omhoog. En dan vanuit hier strek je één been uit en dan tik je met de tegenovergestelde hand, tik je daar. Yes, dat is de tweede oefening. Ready, Jesse? De rest is ook ready. Yes, iedereen gaat lekker op de grond. Perfect. Ik zie... Ik zie Quinta. Tot hier. Oké, gaan we beginnen in 3, 2, 1 en go. Elke probeer beide in het midden te brengen en wanneer je achterwaarts gaat, mag je je hoofd en je schouders ook gewoon laten rusten op de grond. En rust. Gaan we naar de volgende oefening. Kom je omhoog, alsof je een brug maakt en dan tik je één voor één je gestrekte been uit. Yes. Breng de billen iets hoger, Jesse. Oh. En rust. Nou, elke dus niet. Kan ik me voorstellen, dat is niet heel fijn. Ik zou je omdraaien en dan bijvoorbeeld de langzame mountain climbers doen. Zodat je totaal niet op je stuitje gaat liggen vandaag. Ja, gewoon langzaam één voor één, één knie intrekken. En de rest ziet er perfect uit. Netjes, Danielle. En los. Zodra je die brug maakt, probeer ook je billen echt zo hoog mogelijk te brengen. En op. Breng die heup omhoog en tik één been aan. Perfect. Lijkt een super makkelijke oefening, maar het vraagt echt veel balans. En natuurlijk, je bent je buik ook aan het trainen. Netjes. Perfect. Keep going. En los. Strek je benen uit, strek je armen uit. Gaan we terug naar de jackknife. En op. Yes. Perfect. Hou je voeten bij elkaar, Ruud. Strek je benen wat meer uit. Ja. En rust. Rust, 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 rust. Kom omhoog, heup omhoog en tik je benen aan.
Perfect. En rust. Gaan we beide oefeningen voor de laatste keer herhalen. En go. Goed zo. En los. Laatste oefening. Yes, tik hem aan. Goed zo. Perfect, Anke. Netjes, Quinten. En rust. Yes, pakken we even een moment van rust. Je kunt even een slokje water pakken. Als je spieren verzuurd zijn, even losschudden. Pak even je rust. Oké. Ik zal alvast de volgende oefeningen uitleggen. Deze ronde zal ook speciaal voor de buik zijn. De eerste oefening, dat is de bicycle crunch. Dus je gaat om en om die elleboog en je knie aantikken, terwijl je één been helemaal uitstrekt. Dat is de eerste oefening. En de tweede oefening mag je je handen onder je billen plaatsen. Strek de benen uit en dan ga je met de scissor leg raises rustig omhoog en dan weer rustig omlaag. Omdat de tijd maar 20 seconden is voor elke oefening die je uitvoert, wil ik dat je probeert om je schouders en je hoofd bij beide oefeningen gewoon van de grond te houden. Dan druk je je rug ook in de grond en dan gaat je rug ook niet compenseren. Elke, probeer het uit. Als het echt niet lukt, ja? Oké, dan is het goed. Maak je ready! Gaan we beginnen met de volgende ronde in 3, 2, 1 en go. Yes. En probeer echt die ellebogen aan te tikken bij je knieën. Perfect. Nou, iedereen is lekker aan de fietsen. In de lucht. Los. De oefening. Handen onder je billen, strek de benen uit en maak je kleine schaarbewegingen rustig omhoog, rustig omlaag. Hoofd en schouders van de grond af. En rust. De bicycle crunch again. Netjes. Die bicycle crunch moet je echt vooral aan de zijkanten van je buik voelen. Voel je dat niet, dan moet je meer die ellebogen naar de knieën brengen, zodat je die twist maakt in je buik. En los. Ruud, probeer bij de tweede oefening je voeten in plaats van langs elkaar. Maak je echt een schaarbeweging. En go. Ja, dat. Perfect. En rust. Thank you.
los. Pak je moment. En go. Scissor like raises. Yes. Maar langzaam, langzaam. Netjes, ziet er goed uit bij iedereen. En los. De laatste keer. Laatste keer, 20 seconden. En go. Bicycle crunches. Tik hem aan, tik hem aan. Ja, perfect. Goed voor mij. Mooi tempo, yes. En rust. Scissor leg raises. En rust. Yes. Pak weer even een moment van rust. Even de spieren laten ontspannen. Gaan we zo meteen door naar de volgende ronde. Ja, dan ga ik hem altijd los. Oké. De volgende oefening gaan we eigenlijk zoveel mogelijk een soort van plankronde van maken. Wat we als eerste gaan doen, is op volle steun beginnen. En vanuit volle steun probeer je eigenlijk je tenen het liefst aan te raken met je tegenovergestelde hand. Dus mijn linkerhand tikt de rechter tenen aan, rechterhand de linker tenen aan. Lukt dat niet, dan mag je ook gewoon voor je schenen of voor je knieën gaan. Dat is de eerste oefening. En het is de bedoeling dat elke keer als je terug gaat naar achteren, dat je ook echt terugkomt in die volle steun en je buik ook helemaal aanspant. Dat is de eerste oefening. De tweede oefening zijn eigenlijk de leg en de arm raises. Dus tegenovergestelde arm met tegenovergestelde been, die strek je omhoog uit. Oké. Gaan we beginnen aan de volgende ronde. In 3, 2, 1. En go. Deze ga je echt voelen in de armen, in de schouders. En maar vooral ook echt in je buik. Het is heel belangrijk dat wanneer je een piramide van je lichaam maakt, ook heel goed terugkomt in die volle steun. En je heupen naar de grond brengt. En los. Ga je naar de tweede oefening. Hou de volle steun vast. En breng één voor één je arm en je been omhoog. Yes, volle steun. Tegenovergestelde arm met been recht omhoog. Yes. Danielle, probeer je heupen een klein beetje nog meer naar de grond te brengen. En los. Los, 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 los. Volle steun en tik je tenen aan. Yes, perfect. Mooi tempo, Anke. En los. Maak je ready. Eén voor één. Je armen en je benen omhoog. Om en om. Yes, dat is perfect, Danielle. Netjes. En los.
rust. Spring één arm, één been omhoog. Probeer het ook echt langzaam en gecontroleerd te doen. Goed, zo kunt u. En rust. Gaan we beide oefeningen voor de laatste keer herhalen. En rust. Yes, laatste 20 seconden. Goed zo. Breng die benen omhoog, breng die armen omhoog. Omdat je met je benen omhoog schopt, moet je dit eigenlijk ook gewoon in je bilspieren kunnen voelen. Trainen we die ook gewoon mee. Hou vol. 3, 2, 1. En rust. Yes, pak je eigen moment van rust. Terwijl jullie rust pakken, leg ik alvast de volgende twee oefeningen uit voor de volgende ronde. De eerste is als volgt. Mag je met gestrekte benen blijven staan. Vanuit hier ga je rustig naar voren lopen totdat je in de volle steun komt. Ben je in de volle steun, doe je een push-up. Kom je weer op, loop je rustig weer terug. Wanneer je terugloopt, strek je ook echt helemaal uit en dan loop je weer door. Om een push-up te doen, dat is de eerste oefening. Voor de tweede oefening ga je terug in de volle steun. En het enige wat je dan doet, is je knieën buigen. Dus dan ga je eigenlijk bijna in de dog position en dan kom je weer terug naar volle steun. Benen buigen, 90 graden en terug naar volle steun. Yes. Mag je weer plaatsnemen, Jessie. Maak je klaar en dan gaan we beginnen met de volgende ronde. In 3, 2, 1 en go. Loop naar voren op je handen. Hou je benen gestrekt. Doe je één push-up en dan loop je weer rustig naar achter op je handen. Strek je lichaam helemaal uit. En loop weer naar voren. Push-up. En go back. Netjes. Ziet er goed uit bij iedereen. En rust. Pak je rust. Dus nu begin je vanaf de volle steun. En dan buig je alleen maar je benen. Yes. Buig je benen, Jessie. Ja, 90 graden. Perfect. Ja. En los. Ga je rechtop staan. Loop je weer op je handen naar voren. Push-up en go back. Yes. Hou je benen gestrekt, Ruud, wanneer je naar voren loopt. Ja, hou ze gestrekt. Perfect. En los. Ga je weer terug naar de plankpositie en dan buig je de benen. En go. Het voelt eigenlijk bijna alsof je die child position wilt aanhouden. Dat je die benen gaat buigen. Dus je arm helemaal vooruit strekken, benen gebogen. Deze ga je ook best wel voelen in je benen, in je buik, in je schouders, in je armen. Eigenlijk alles een beetje. En rust. Ga je terug naar de eerste oefening. Walk out. Push up en go back.
inmiddels. Eerste oefening. Tweede oefening. Perfect, Jessie. Netjes, Ruud. Ziet er goed uit, ladies. En rust. Gaan we beide oefeningen voor de laatste keer herhalen. En rust. Laatste 20 seconden van de ronde. En go. Kies volle steun. Buig je benen. Netjes. Knieën mogen natuurlijk de grond niet raken wanneer je buigt. Anders haal je het hele nut van de oefening eruit. Keep going. Nog 3, 2, 1. En rust. Yes. Pak weer even je moment van rust. Loop het even uit. Je kunt een slokje water pakken. Gaan we zo meteen naar de allerlaatste ronde van vanavond. Daarbij horen twee verschillende oefeningen. En hiervoor is het handig als je bijvoorbeeld een matje hebt, kun je gewoon de lengte van de mat gebruiken. Heb je het niet, is ook helemaal niet erg. Dan maak je daar gewoon 3 stappen van. Wat je gaat doen is aan het einde van je mat beginnen in een zo diep mogelijke squatpositie, wat voor jou mogelijk is. Je houdt dat hoogte hou je vast, dus je gaat niet rechtop staan. Vanuit hier loop je rustig naar het einde van je mat. En wanneer je het einde bereikt, loop je weer terug naar de andere kant. Heb je geen mat, probeer je op zijn minst 3 stappen naar rechts te nemen en 3 stappen weer terug. Blijf zo laag mogelijk. Deze oefening is eigenlijk ook vooral bedoeld voor de billen. En die kun je enigszins ook voelen in je bovenbenen. Dat is oefening nummer 1. Oefening nummer 2 zijn de sumo squat pulses. Dus ga je wijdere squat staan. Tenen wijzen naar buiten. Je zakt zo diep mogelijk. Vanuit hier doe je 5 pulses. 1, 2, 3, 4, 5. Strek je benen uit. Span je bovenaan ook aan. Dus je duwt je heupen naar voren. En dan doe je weer 5 pulses. Na die 5 pulses kom je weer omhoog. Oké, laatste 2 oefeningen. Allerlaatste ronde. En dan hebben we het helemaal gered voor vanavond. Maak je klaar en ga aan het einde voor je matje eventueel staan. Gaan we in 3, 2, 1 en go. Blijf zo laag mogelijk in die squat. Hou je rug recht, je borstbeen duw je naar voren en je stuit je naar achter, zodat je rug recht blijft. Kijk eens aan, perfect. En rust, nu ga je naar de sumo squat. 5 pulses, strek je benen uit en dan weer 5 pulses. Yes, zak zo diep mogelijk. En rust. Ga je aan het einde van je matje zo diep mogelijke normale squat. En lopen van links naar rechts. Yes. Perfect. Hou je billen zo laag mogelijk. En rust.
normale squat. En walk. Blijf laag, laag, laag. Perfect, Ruud. Perfect. Anke, Elke, ziet er goed uit. Quinte, goed bezig. Netjes. Danielle, perfect. En rust, go back naar de sumo squat. En go. Netjes. Wanneer je omhoog komt, dan duw je die heupen naar voren en span je die bilspieren nog extra aan. En los. En go. Laatste keer, laatste herhaling. Squat, squat, squat. Blijf laag, blijf laag, blijf laag. En rust. Laatste keer, sumo squat. En go. 5 pulses. En rust. Oké. Een applausje voor jezelf, voor elkaar. Goed getraind iedereen. Bedankt dat jullie hebben meegedaan. Ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Het was minder conditioneel en cardio dan al die andere keren dat we training hebben gehad. Vandaag wou ik het gewoon meer op krachttraining richten. Het is een beetje variatie. Het is ook heel wat anders. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jessie, kom er lekker bij. We gaan even nog een groepsfoto maken. En ik zet even de recording uit. Voor de mensen die het nog gaan terugkijken, heel veel succes en heel veel plezier.